Mevrouw Paulusma maakt zich zorgen over een conservatieve wind. Hoe conservatief is D66 zelf geworden? Wat is er gebeurd met die ooit zo nieuwsgierige partij D66... die altijd open stond voor onderzoek? U noemde zelf de initiatiefnota van collega Hertzberger, waar de vinger wordt gelegd bij een belangrijk probleem, namelijk stijgend aantal euthanasieverzoeken onder jongeren. En de collega roept op tot onderzoek. En het trof mij, die inkt was nog niet droog. En in de sociale media geen onderzoek, geen debat. We hebben ons piketpaaltje in de jaren 60 geslagen en er mag geen letter aan veranderd worden. Kijkt mevrouw Paulusma dan niet weg van de achterliggende problematiek? En wat is dat voor opstelling? Nogmaals, wat is er gebeurd met het van ouds zo nieuwsgierige D66, wat altijd open stond voor tenminste voor onderzoek? Ja, voorzitter, gelukkig zijn we dat nog steeds. Heel erg nieuwsgierig, heel erg tolerant, met een open blik naar de wereld. En ik heb ook niet gezegd geen onderzoek. Wij hebben gezegd dat we pal staan voor de degelijke en hele zorgvuldig afgewogen euthanasiewetgeving in dit land. En daar sta ik pal voor. Dat is wat wij gezegd hebben. Wat mevrouw Paulusma en ook fractievoorzitter Riet heeft gezegd, die zet het hele voorstel van collega Hertzberger weg als aards, conservatief, het wegdraaien van verworvenheden, zonder dat bijna bekend was wat er in de initiatiefnota stond. Hoe beoordeelt mevrouw Paulusma de grote discussie ook binnen de betreffende beroepsgroep? Er is echt wat aan de hand. Kunnen wij daarbij D66 ook aanmerken als een serieuze partner, als het gaat over het debatteren hierover en oplossingen zoeken? Of ja, bent u blijven hangen in de jaren 60 en is het blijven bij die dogma's? Voorzitter, blijven hangen in de jaren 60 zou ook een compliment kunnen zijn. Ik ga zeker geen enkel debat uit de weg, maar ik sta pal voor de euthanasiewetgeving in dit land. En ik denk dat het heel zorgvuldig is als wij de discussie die tussen psychiaters bezig is, ten koste ook van mensen, ouders, nabestaanden, dat we die niet hier gaan doen. Ik laatste interruptie. Zorgvuldigheid hoor ik heel erg terug. Daar ben ik ontzettend blij om. Want het tweede waar ik mij toch wel heel erg over heb verbaasd, laat ik het zo zeggen, dat fractievoorzitter Jette ronduit verkondigde dat er sprake zou zijn van een recht op euthanasie. Ik ken mevrouw Paulusma dat dat gewoon desinformatie is en dat artsen ontzettend veel last hebben als euthanasie als een recht wordt gekenschetst. Ja, dat schijnt een hele populaire uitspraak te zijn, de woorden van een ander hier niet recenseren. D66 zal altijd staan voor het recht van eigen keus. En D66 zal altijd staan voor zorgvuldige wetgeving. En die twee moeten met elkaar in balans zijn. Ik weet niet welke tweet dat was van de heer Jetten, maar volgens mij heeft u heel goed begrepen wat ik daar nu over gezegd heb. Helder. De heer Dijk, excuus. Helder, we gaan niet recenseren, maar ik begrijp dat mevrouw Paulus mij daarin bijvalt. Er bestaat geen juridisch recht op euthanasie. Voorzitter, dit wordt een welis-nietes discussie. Wij hebben hele zorgvuldige wetgeving, waarin wij niet voor niks een regionale toetsingscommissie hebben, waarin wij niet voor niks hoogopgeleide artsen hebben die hierin ook een rol hebben. En waarin wij ook het vertrouwen in Nederlandse burgers stellen dat ze in staat zijn om eigen keuzes te maken en het regie te nemen op leven, maar ook hoe ze het einde van hun leven voor zich zien. U zult mij nooit horen zeggen dat dit iets is wat je in de supermarkt ook zou kunnen kopen. Zo voeren wij de debatten ook helemaal niet als het gaat om medische ethiek. Dus ik vind het ook een beetje jammer dat u mij dat zo in de schoenen schuift.